Welkom bij de online speluitleg van het buitenspel Boochie. In deze speluitleg worden de regels van Boochie stap voor stap uitgelegd. De spelers gooien hun ring en bal richting de Boochie en proberen zo snel mogelijk 11 punten te scoren. Wie dat als eerste doet, heeft gewonnen. Geef iedere speler een bal, een ring en een polsbandje in één kleur. Alle spelers zetten de teller van een polsbandje op 0. Maak een denkbeeldige lijn en leg de Boochie erbij. Nu zijn we klaar om te spelen. De jongste speler begint en gooit de Boochie ongeveer 3 meter weg. Daarna gooit de speler één van zijn voorwerpen richting de Boochie. Vervolgens proberen de andere spelers om de beurt hun bal of ring ook zo dicht mogelijk bij de Boochie te gooien. Als iedereen beide voorwerpen heeft gegooid, lopen de spelers naar de Boochie om te kijken hoeveel punten ze hebben gescoord. Je mag niet naar de Boochie lopen voordat iedereen 2 keer gegooid heeft. De spelers kijken eerst welke opdracht de Boochie laat zien. De speler die die opdracht vervult, krijgt het aangegeven aantal punten. In dit geval 1. De speler wiens bal of ring het dichtst bij de Boochie ligt, krijgt 2 punten. En de speler wiens voorwerp het op 1 na dichtstbij ligt, krijgt 1 punt. Als jouw ring om de bal van een andere speler ligt, krijg je ook 1 punt. Als je ring om de Boochie ligt, krijg je 3 punten. De speler met de meeste punten begint. Kijk op je polsbandje hoe je deze ronde moet gooien. Dit kan van alles zijn: met je heup, bovenhands of schoppend. Je wint als je ring om de Boochie ligt en dit als opdracht op de Boochie staat, of als je als eerste speler 11 punten hebt gehaald.